Oké, ben je klaar voor? Jazeker. Welkom bij Pius, de podcast. De podcast over bomen en boomverzorging. Ja, ik snap het ergens niet hoor. Zijn bomen nou zo interessant? Ik sta hier maar gewoon. Met Pius de Eik. Van eikel tot boom van een boom. Echt wel? En Jan-Willem de Groot. Ja, klopt. Hallo Jan-Willem. Boswachter in de stad. Ja, wij danken onze naam aan Pius Floris. Hé, hey, zo heet ik ook. Pius. Okay, ik zal er niet de hele tijd doorheen zitten. De oprichter van ons bedrijf noemde zich destijds boomchirurg. In die tijd werden bomen anders behandeld dan nu. Er werd beton gegoten in bomen. Wacht even, beton? Beton? Beton in bomen? Stelletje boomschoffeerders. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van planten, groeien, snoeien, beschermen, ziektes en ecosystemen, bomenwachten en tree technicians. Bomen van de kiem tot het bittere eind. En ik ben heel benieuwd hoe dat zich de komende afleveringen gaat ontwikkelen. Dus ik zou iedereen adviseren, luister naar de afleveringen en volg het leven van Pius de Eik. Nou, oké. Ik ben wel interessant, ja. Luister maar naar mij. Dit is aflevering 1. Het begint. Noem mij maar Pius. Pius de Eik. Of eigenlijk nu nog Pius de Eikel. Ik ben nog maar een embryo. 2 kiemlopjes in een zakje. Onder de grond. In afwachting van wat ik kan worden. Van wat ik ga worden. Een Quercus robur. Een machtige zomereik met magische krachten. Wie mij wil vellen, breekt zijn bijl op mijn schors. Thor zal donderen als ik eindelijk door de oppervlakte breek. Op weg naar een glorieuze hoogte. Wacht. Ik hoor iets. Is die snaier terug? Die muis met zijn scherpe tanden? Oh, niks aan de hand. Heb ik mijn napje eigenlijk nog? Ik heb het koud. Laten we maar bij het begin beginnen. Bij jou. Wie ben jij? Ik ben Jan-Willem de Groot. Ik ben 45 jaar. En 10 jaar heb ik gewerkt voor Pius Floris Boomverzorging. Daarna 12 jaar mijn eigen bureau gehad, waar ik heel veel boomonderzoek deed. Nu weer terug bij Pius Floris Boomverzorging. We hebben 15 vestigingen in Nederland en België. We zijn daarmee een van de grootste boomverzorgingsbedrijven van Europa. Ja, en ik mag de franchiseformule aansturen. Wat gaan we eigenlijk doen in deze podcast? Ja, we gaan in deze podcast gaan we aan de hand van het verhaal van Pius de Eik. Dat ben ik dus. En zijn verschillende levensfasen. Dat zei ik al. Gaan we met Pius in gesprek. Gaat Pius vertellen over wat hij als eik zowel meemaakte in zijn leven. Mm-hmm. En we gaan naar buiten toe. We gaan in de praktijk kijken hoe het vak van de boomverzorging eruit ziet. We laten zien hoe bomen, hoe bomen geplant worden. Hoe bomen onderhouden worden, hoe we bomen beschermen. Wat het belang is van bomen in onze leefomgeving. En dan praten we hier met elkaar over door. Oeh, spannend. We gaan naar buiten. Mooie bomen hoor. Ze zijn wel zwaar in de kroon. Maar ja, dat vind ik ook. Wat betekent dat, zwaar in de kroon? Oh, veel takken. Heel veel takken. Ze zijn al een jaartje niet gesnoeid, denk ik. Ja, we zijn in Veenendaal. En vandaag zijn we op een locatie waar een laanstructuur van essen staat. Die laanstructuur wordt op dit moment aangepast omdat de essentaksterfte hier aanwezig is. Verschillende bomen moeten gekapt worden. En daar worden nieuwe bomen voor aangeplant van verschillende maten, maar ook verschillende soorten komen daarvoor terug. Er waren dus allemaal essen die verwijderd zijn. En er zijn heel veel verschillende bomen die terugkomen. Ook vanwege de biodiversiteit is dat veel beter om verschillende soorten te planten. Als er dan een ziekte in komt, dan gaan ze niet meteen allemaal kapot. Zoals nu gebeurd is eigenlijk bij die essen. Bert van Polen is onze boomexpert. En hij draagt ook de titel European Tree Technician. Dat is een Europees certificaat voor boomdeskundigen. We zijn nu vandaag echt alleen maar bomen aan het planten. En morgen gaan ze en de komende dagen gaan ze daar nog palen bij zetten om ze goed te verankeren. En komt er een gieterrand omheen, zodat we van de zomer hier ook water kunnen geven. Want dat is natuurlijk niet alleen maar plantwerk, maar we hebben ook de nazorg voor 3 jaar. Waarbij ook zeg maar een soort garantie gegeven wordt dat er een goede hergroei komt van de bomen. Wat erg zeg, voor die essen. Hopzakken vervangen, alsof het niks is. Hoe zit het met die essentaksterfte? Is dat echt zo'n groot probleem in Nederland?
Ja, de essentaksterkte is een groot probleem, kunnen we wel zeggen. Zeker in Noord-Europa, Noord- en West-Europa. Het wordt veroorzaakt door een schimmel. Het is een ascomycete en dat is een schimmel die behoort bij de zakjeszwammen. En wat doen die schimmels? Die worden dus gevormd in een zakje. En op het moment dat ze rijp zijn, worden ze eigenlijk als het ware de lucht in geblazen. Dat is het algemene kenmerk van die zakjeszwammen. En daarmee verspreidt het zich over het algemeen dus heel makkelijk door de lucht. Dat is ook de reden geweest dat deze schimmel zich waarschijnlijk zo makkelijk vanuit de Baltische Staten, waar die voor het eerst voorkwam, via de noordelijke landen, met name ook in Denemarken, zich uiteindelijk in Nederland ontwikkeld heeft. Door de wind eigenlijk dus? Ja, we vermoeden dat de wind daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Het is ook niet helemaal duidelijk waarom deze schimmel nu ineens zo agressief is. Hè, want we zien dat op grote schaal essen afsterven. Je ziet hier wel knoppen zitten. En dan zijn er aan het eind van de takken, daar zie je daar achteraan, daar zit gewoon helemaal geen knoppen meer in. Er zit gewoon echt geen leven meer in. En zo gaat die essentaksterfte door die hele boom heen vaak. Maar gelukkig zien we ook dat er een aantal essen resistent lijken te zijn. Minder gevoelig. Dus blijf wel essen planten, maar denk er goed over na welke soort je aanplant en welke variëteit. En de kraan is net... hij komt eraan, ik zie het. Ja, de kraan komt de laatste boom. Tenminste voor dit gedeelte, hè, want we staan nu op Spitsbergenweg. En hij is nu de laatste boom aan het ophalen. En die gaan de jongens hier zo planten. Het zijn al best grote bomen. Ja, de leeftijd van de bomen zal variëren tussen grofweg 6 en 10 jaar. En dan heb je al behoorlijke maat bomen die je gaat planten bij het begin. Nou heb ik toch wel een vraagje. Dat is dus helemaal niet hoe een boom begint, hè? Met zo'n kraan in een gat getakeld worden. Dat weten ze toch wel, die boomverzorgers? Nou, het vak boomverzorging begint voor ons over het algemeen op het moment dat we een boom gaan planten. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de boomkwekers en de boomverzorgers, dat zijn toch wel twee verschillende werelden. Nee, ik wou net zeggen. Dus Nederland is een boomkwekersland. Er worden enorm veel bomen gekweekt, met name in de Betuwe. Daar worden echt de jonge spillen opgekweekt op die hele vruchtbare kleigrond. En vervolgens gaan die dan over het algemeen bijvoorbeeld naar Brabant, waar de grote boomkwekerijen zitten, die de grote laambomen zeg maar voor de rest opkweken. En op het moment dat die bomen eenmaal gekweekt zijn, ja, dan komen wij in beeld. Dan worden ze geplant in onze steden, in onze tuinen, parken. Maar bij het hele proces van kweken van bomen zijn boomverzorgers over het algemeen niet betrokken. Weet je, muizen zijn slim, maar ook dom. Ze verstoppen hun eikels op talloze plekken. Met ze allebei elkaar zouden we maar gaan rotten, maar ze vergeten ook waar ze ons neerleggen. Toen moeder Quercus me liet vallen met 80.000 anderen tegelijk, ploink, 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 toen vond die muis me en bracht me een behoorlijk eind verderop. Dat beest spitte me meteen onder en ik heb niet goed gezien waar ik nu ben en nu hoop ik dus dat het een kansrijk plekje is. Ik hoop ook dat geen hert of erger nog een wild zwijn mij opgraaft. Dat ik nooit zo'n vroetende natte... Hoor ik nou weer iets? Oké, even rustig. Even rustig. Even rustig blijven. Wanneer zijn deze bomen aangeplant? Ja, ik denk zo een jaar of 25, 30 geleden ongeveer. Veel ouder zullen ze nog niet zijn, denk ik. Want het is best redelijk goede grond. Dus ze groeien hier ook wel aardig goed allemaal. Is dan het inzicht van we moeten diverser aanplanten, is dat echt iets van de laatste jaren? Ja, dat is echt pas de laatste paar jaar. Dat ligt bij de ontwerpers vaak. Hè. Die zijn gewend van gewoon één rij bomen en dat moet allemaal dezelfde zijn. Ja, daar begint het bij en daar adviseren wij ook vaak in. Probeer dat eens te doorbreken door wat meer soorten terug te planten. We hebben moeten groeiplaatsverbetering bij de bomen doen. Dat is met de gemeente afgesproken dat we zelf kijken van hoe goed de grond is of niet. En dan bepalen we zelf hoeveel kuub goede grond we erbij doen.
En we staan hier langs een slootkant, zeg maar, waar mooie zwarte grond al aanwezig is. Dus hier komt maar een grote kuub, zeg maar, goede grond bij. En dan is het voldoende. Maar op andere plekken komt wel 5 of 6 kuub bij. Dat bepalen we zelf in het werk. Bert werkt inmiddels al heel veel jaren binnen Piers Floris Boomverzorging. Maar wat wel leuk is om te weten is dat Bert vroeger ook op een boomkwekerij gewerkt heeft. En ooit heeft hij ook een publicatie geschreven over 100 verschillende eiken die we in Nederland kweken en toepassen. 100 verschillende eiken? Ik dacht dat we hadden de wintereik en de zomereik. Variëteiten, hè? We hebben heel veel variëteiten natuurlijk. Dus van zuilvormige tot bomen met brede kronen, van allerlei verschillende toepassingen, zie je dat er natuurlijk variëteiten gekweekt worden. Die allemaal verschillende karakteristieken hebben. En ook eigenschappen die bij de ene boom beter zijn dan bij de andere. Ja, daar hou ik me dus niet mee bezig, hè. Ik ben gewoon een zomereikel. Al word ik natuurlijk wel de meest imposante eik van het land, hè. Over 400 jaar of zo. Oh, welk jaar het is? 1638, 1712, ja, weet ik het. Wat doet de tijd ertoe? In ieder geval gaat de natuur zijn gang en bemoeit niemand zich nog met mij. Zeker geen boomverzorger. Ik zorg wel voor mijzelf. Gek, hè? Die mensen willen overal maar voor zorgen. Hij gaat nu het gat in, maar hij is iets te diep. Dus er wordt weer wat grond onder in het plantgat gezet. Zodat zometeen de boom erin gezet kan worden. Wist je dat de meeste bomen doodgaan doordat ze te diep geplant worden? En dat zit waarschijnlijk in dat mensen denken, ja, weet je, laten we hem maar wat dieper zetten. Dan staat hij wat steviger. Maar te diep gewortelde boom zorgt voor wortelsterfte. En uiteindelijk is dat nogmaals doodsoorzaak nummer 1 bij het afsterven van jong geplante bomen. Dus de belangrijkste regel is, plant de boom op dezelfde diepte als dat die op de kwekerij stond. En twijfel je, kun je hem beter een paar centimeter te hoog planten dan te diep. Saai. Hier lig ik, in mijn vruchtwand, tot de zwaartekracht wortels uit mij naar beneden trekt. Wanneer mag ik nou? En dan gaat een stengel zich dus tegen de zwaartekracht in en weg naar boven banen. Ik kan echt niet wachten om uit mijn vel te barsten, maar ik moet wachten. Eerst komt de winter, ik voel het. Het is kouder en de dagen worden korter. Ik wacht in het vochtige donker op de lente. Ik heb maar één. En ze zijn nu nog de laatste touwtjes aan het weghalen. En nu wordt de boom getild door de kraan en wordt hij in het gat gezet. En dan moet hij goed recht gericht worden. Zodat hij ook een beetje in lijn staat met de rest van de bomen. Het is eigenlijk een vrij stil gebeuren, boomplanten. Ja, ik heb een aardige collega, dus het scheelt. Jullie begrijpen elkaar zonder woorden. Ja, zeker. Ze noemen me lichtminnaar. Ja, klinkt toch een beetje. Nee, ik bedoel, lichtminnaar, dat is toch geen naam voor een kleine eikel als ik. Maar het is waar dat ik verlang naar de zon zoals een gevangene verlangt naar vrijheid. Geef me nu die eerste straaltjes. Het is potdomme 6 maanden later. De grond is warm en vochtig om mij heen. En halleluja, geen muis of zwijn heeft mij ontdekt. Zal ik gewoon gaan groeien? Durf ik? Ik ben zo benieuwd. Staan er niet te veel bomen om me heen? Of nee, ik lig toch niet onder een struik? Zo'n wolk bladeren voor de zon? Ik ga gewoon. O, zon, mijn vriend, mijn redder, mijn held. Kom, laat mij zien waar ik ben. Trek mij uit de grond.
Bert van Polen heeft het ook over goede grond. Wat is goede grond? Ja, nou dat is een mooie opmerking. Dat is een opmerking van een boomspecialist die ergens aankomt lopen en die kijkt en die ziet dat het goed is. Van dit is goede grond, hier kan die boom in groeien. Maar wat die eigenlijk doet op dat moment is beoordelen, voldoet die grond aan de basiseigenschappen die een goede grond moet hebben. En ik vergelijk dat wel eens met bijvoorbeeld het krijgen van vuur. Als je vuur wil maken, heb je drie elementen nodig. Je hebt brandstof nodig, je hebt iets nodig wat kan branden. Je hebt zuurstof nodig en je hebt voldoende warmte nodig. Dus de ontbrandingstemperatuur moet goed zijn. Nou, als je één van die drie elementen niet hebt, krijg je geen vuur. En als je wel vuur hebt en je haalt er eentje weg, dan stopt het vuur. Nou, als we naar de bodem kijken, hebben we ook drie van die elementen die essentieel zijn. Klopt één van die drie niet, dan zal die boom zich niet of minder goed ontwikkelen. Nou, en welke elementen zijn dat? Dat is voldoende zuurstof. In de bodem moet voldoende zuurstof zitten. Dus dat zie je aan, dat zie je direct al aan de structuur van de bodem. Te weinig zuurstof betekent geen wortelgroei. De bodem moet een goede structuur hebben. De bodem moet niet te verdicht zijn. Als de bodem te verdicht is, kunnen wortels daar niet groeien. Dus de bodem een open structuur zijn. En uiteindelijk, en dat is lastiger om te zien, moeten de juiste elementen aanwezig zijn. Dus de chemische samenstelling van die bodem moet goed zijn. En als boomexpert kan je niet eventjes ruiken of zo? Van dat, is dit goede grond? Nou, ik doe dat regelmatig. Als je een boom gaat planten, gewoon even ruiken aan de bodem. En je ruikt dan gewoon, ruikt dit als een gezonde bodem? Want op het moment dat die bodem enorm verdicht is geweest, dan ruikt die muf. Op het moment dat er een zuurstoftekort in die bodem is, dan stinkt de bodem. Dan ruik je daar gassen. Dus zeer zeker, een goede bodem ruikt gezond ten opzichte van een bodem die slecht is. Ja, maar je kan niet die verschillende mineralen eruit pikken met een superneus. Dat moet je in het laboratorium laten onderzoeken. Maar het blijft een gok dan toch? Ja, maar heel vaak wordt natuurlijk voordat de bomen geplant wordt er onderzoek gedaan, wordt een vooronderzoek gedaan. En op het moment dat je natuurlijk bomen, zoals in deze situatie, gaat planten op een locatie waar al bestaande bomen staan, die zich gewoon goed ontwikkeld hebben. Want laten we eerlijk zijn, die essentaksterfte staat los van de bodem. Dan kun je eigenlijk zonder vooronderzoek daar nieuwe bomen planten. Maar goed, als je in een nieuwbouwwijk, waar alles nieuw is, bomen wil gaan planten, en daar is klapzand, daar is gewoon geel zand, ja, dan weet een leek al op voorhand, hier ga je geen bomen inplanten. Dus dan schrijf je van tevoren heel duidelijk voor, er moet hier gronduitwisseling plaatsvinden. Er moet goede grond worden aangebracht die aan bepaalde eisen voldoet. En die eisen staan dan ook op papier. En daar zijn leveranciers voor die die grond, die bomengrond, dan kunnen aanleveren. Zijn jullie klaar? Hierna. Voor dit stukje wel. En dan? Ja, dan gaan we naar het volgende stuk. Hoeveel planten jullie vandaag? Ja, vandaag. Vandaag doen we er stukken 15 of 20 houden. Dankjewel. Dankjewel. Ik ga lekker vergaderen. 9 uur. Oh. Ja, maar ik heb gezegd dat ik later kom, dus even rustig af. Het is gebeurd. En het is een prachtplek. Ik sta op het erf van een boerderij. Allemachtig wat een geluk. Ik ben alleen. Geen beuken met hun territoriumdrift. Ruimte om mij heen en het licht overspoelt mij. Ik zou haast gaan huppelen. Dat kan niet, dat weet ik ook wel. Maar echt. Geen strijd wacht mij, behalve die met de elementen. En die win ik. Koning Pius Quercus. Zie mij, petiterig sprietje. Zie de belofte die ik ben. De eeuwen van mijn leven hebben een aanvang genomen. Oeps, een hond. Een hond. Nee. Niet plassen. Oh, best lekker eigenlijk. Oké, goed. Nou sterk worden. Groot. Onaantastbaar. Volgende aflevering gaan we snoeien. Ja. Dan is Pius ook weer wat groter geworden. Waar gaan we dan heen? Nou, de volgende keer gaan we naar Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer. Daar bezoeken we een bijzondere locatie. Het MH17 monument. Daar staan maar liefst 298 bomen.
de nagedachtenis van de 298 slachtoffers van de vliegramp. Dit was de eerste aflevering van Pius, de podcast. Aan deze aflevering werkte mee Jan-Willem de Groot, spin in het web bij Pius Floris Boomverzorging, European Tree Technician Bert van Polen en boomverzorgers Wouter Tepperik en Peter Jansman. De stem van Pius de Eik is ingesproken door Thijs Huis. En je hoorde muziek van Julian Hyde, Britse boomkenner en componist en muzikant. Presentatie en edit door Eliane Meijer en eindmontage door Jan-Paul de Bond. Pius de Podcast is een productie van Joost Wilgenhof en Eliane Meijer van Bast de Bomenpodcast voor Pius Floris Boomverzorging. Wil je meer weten over boomverzorging of over de podcast? Kijk op www.piusfloris.nl.